Goedemiddag. We gaan het geluid ietsje naar beneden draaien. En dan hoort u het helemaal goed. Zo, is het oké? Ja? U kunt er nu nog wat aan wijzigen, straks niet meer, hè? Goed. Van harte welkom in deze dienst op deze zondagmiddag, de 1e van oktober. De laatste komen nog binnen, maar die vinden hun plekje wel. Namens de kerkraad heet ik u van harte welkom in deze dienst en mag ik u de volgende bekendmakingen meegeven. Onze nieuwsbrief Goed Nieuws voor oktober is rondgestuurd via e-mail. Er ligt nu nog, zie ik, lagen de 5, nu nog 1 exemplaar geprint klaar. Dus wilt u wat van de activiteit op de hoogte zijn, dan kunt u die meenemen als u die niet per e-mail ontvangt. En als u zegt, ja, ik wil hem graag per e-mail ontvangen, laat het mij weten. Uw e-mailadres, dan zet ik u in de verzendlijst. Om zo op de hoogte te zijn van wat er in de gemeente speelt. Ook aan activiteiten. De Bijbelexpo is vandaag voor het laatst geopend geweest voor publiek. Volgens ons rooster. Er zal morgen nog wel wat vanuit de scholen hier zijn. Woensdag zal de expo weer opgeruimd worden. Mocht er mensen zijn die in de gelegenheid zijn, we kunnen nog wat hulp gebruiken bij het sjouwwerk naar de vrachtwagen toe. Woensdagavond zal er gebedsuur zijn om 8:30. Donderdag 5 oktober vergadert overdag de klasses. Broeder Harry Koebrug en ik zijn afgevaardigd namens de gemeente om deze vergadering namens onze kerk bij te wonen. Vrijdag 6 oktober zal het koor weer repeteren hier in de kerk om 8:00. En zaterdagavond zal de catechisatie gewoon doorgaan om 7:00 en daarna gezelligheid in de pastorie. Vanmorgen zijn de jarigen opgenoemd van deze week en vandaag. Wat niet genoemd is, is dat ook Michael Kajan jarig was en wij feliciteren ook hem van harte. Tot zover de bekendmakingen in deze dienst zullen we stilstaan bij het huwelijk zoals God het bedoelde. Eerste van een serie van waarschijnlijk 6 preken over huwelijk en dingen die daarmee samenhangen. Ik leg dat straks nog wel verder toe. Laten we nu eerst samen onze voorzang zingen. En dat doen we met het lied Voor uw liefde, Heer Jezus, dank u wel. En laten we indien mogelijk dat staande doen.
We hebben nu een moment van stilte waarin iedereen de gelegenheid heeft om persoonlijk in een stil gebed zich tot God te richten en te bidden om zijn zegen. Wij beleiden dat onze hulp is in de naam van de drie enige God, in de naam van de Vader, in de naam van de Zoon en in de naam van de Heilige Geest. Amen. Weet, er is genade, barmhartigheid en vrede van God de Vader door onze Heer Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten wij twee versen zingen uit Psalm 33 over God die de almachtige schepper is en ons doorgrond en kent. Van waar hij woont, in het licht verheven, ziet God op deze aarde neer. 5 en 7 van Psalm 33. Laten we, voordat we de schriften openen, Gods woord lezen, eerst bidden om de leiding en zegen van zijn geest. Laten we samen bidden. Heren, met heel ons hart richten wij ons op u. Dat lukt ons ook niet eens vanuit onszelf. Dan blijft er altijd wel een stukje van ons hart achter. Wat vol is van de dingen van deze wereld, wat vol is van onszelf. Maar wij bidden u, richt zelf ons hart op u. Dat we werkelijk naar u verlangen, naar uw eer, uw glorie, zicht op uw majesteit, naar uw toekomst, naar een leven vanuit uw genade en naar uw wet. Heere, leid ons door de kracht van uw Heilige Geest, waarvan u beloofd heeft dat hij ons in alle waarheid zal leiden. Heere, we staan op het punt uw woord te lezen. Kom met uw Heilige Geest.
Heere, spreek tot ons. Open ons hart. Leer ons uw liefde, uw recht, uw wijsheid. Geef ons uw genade. Geef ons inzicht, juist ook als we op zoek gaan naar wat u bedoelde met de gave van het huwelijk. Heere, u weet hoe we hier zijn, zo verschillend als we zijn, getrouwd of niet getrouwd, ouder of jongeren, welke achtergrond we ook hebben. Leid ons in uw waarheid, spreek tot ons door uw woord, geef ons de troost van uw geest en het zicht op die eeuwige bruiloft. Als u, Heere Jezus Christus, komt en uw bruidsgemeente verzamelt en thuisbrengt op een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Heere, zegen het woord ook hier beneden, waar de zondagsschool in 2 klassen bijeen is. Geef dat daar, als uw woord ook daar doorgegeven wordt, dat het ook daar harten van kinderen mag raken, vernieuwen, veranderen. En dat ze van jongs af aan al vertrouwd mogen raken met het woord van uw genade. Zegen de leiding van de zondagsschool. Heere, zegen uw kerk wereldwijd. Maar op zoveel plaatsen waar uw woord gebracht wordt, uw gemeente samenkomt. Dat u daar uw zegen geeft. Mogen er veel bij komen vandaag. Die zich geheel en al overgeven aan u, Heer Jezus Christus. En u, de drie enige God, leren kennen. Heer, we danken en prijzen u. Dat u het ons geeft om bij elkaar te komen. Dat we niet in het duister rond hoeven te tasten. Maar dat we van u een helder bericht krijgen over onze zaligheid en redding. Over onze zonde en uw genade. Over een leven naar uw wil. Onze schepper en verlosser. Leid ons en spreek tot ons. Wij bidden dat in Jezus' naam. Amen. Wij lezen Gods woord in deze dienst. Vanuit Genesis 1 en 2. Zoals gezegd staan we aan het begin van 6 keer over het christelijk huwelijk. Ik noem dat soms gewoon het huwelijk en soms zal ik het bewust het christelijk huwelijk noemen. Ik ga er straks nog wel even op in dat er toch wel een groot verschil is tussen hoe de maatschappij over het huwelijk spreekt en mezelf over het christelijk huwelijk spreken. En we gaan vandaag, je zou kunnen zeggen, beginnen bij het begin, terug naar Gods oorspronkelijke bedoeling. We lezen over de schepping van de mens en, zou je kunnen zeggen, de instelling van het huwelijk als gave in het paradijs. Genesis 1, vers 26 en 27 en Genesis 2, vers 18 tot en met 25. Genesis 1, vers 26 en 27, daar lezen wij Gods woord als volgt. En God zei, laten wij mensen maken naar ons beeld, naar onze gelijkenis. En laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen. En God schiep de mens naar zijn beeld. Naar het beeld van God schiep hij hem, mannelijk en vrouwelijk schiep hij hem. We lezen verder in hoofdstuk 2, vers 18. Ook zei de Heere God, het is niet goed dat de mens alleen is. Ik zal een hulp voor hem maken als iemand tegenover hem. De Heere God vormde uit de aardbodem alle dieren van het veld en alle vogels in de lucht en bracht die bij Adam om te zien hoe hij ze zou noemen. En zoals Adam elk levend wezen noemen zou, zo zou zijn naam zijn. Zo gaf Adam namen aan al het vee en aan de vogels in de lucht en aan alle dieren van het veld, maar voor de mens vond hij geen hulp als iemand tegenover hem. Toen liet de Heere God een diepe slaap op Adam vallen, zodat hij in slaap viel. En hij nam een van zijn ribben en sloot de plaats ervan toe met vlees. En de Heere bouwde de rib die hij uit Adam genomen had tot een vrouw en hij bracht haar bij Adam. Toen zei Adam, deze is ditmaal been van mijn beenderen en vlees van mijn vlees. Deze zal manin genoemd worden, want uit de man is zij genomen. Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten
en zij zullen tot één vlees zijn. En zij waren beide naakt, Adam en zijn vrouw, maar zij schaamden zich niet. Tot zover lezen we de schriften voor deze dienst. Zalig zijn zij die het woord van God horen en bewaren en eruit leven. Amen. Wij gaan ter inleiding op de prediking zingen uit Psalm 8. Een psalm die gaat over Gods heerlijkheid, maar ook over de bijzondere plaats die God de mens in zijn schepping heeft gegeven. 1, 3, 4 en 6 van Psalm 8. Thank you.
weet het, de tekst voor de preek is met name eigenlijk het hele gedeelte dat we hebben gelezen, of de twee gedeeltes. En we zullen ons vooral richten op de lijn van Genesis 2, vers 18 tot en met 25, met als kerntekst wat wel de instelling van het huwelijk wordt genoemd, vers 24. Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten en zij zullen tot één vlees zijn. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Een prekenserie over het huwelijk. Waarom? Elke tijd is er rijp voor. Elke tijd in de kerkgeschiedenis had er nood aan. Omdat God zijn wil over het huwelijk bekendgemaakt heeft. En waar mensen God uit het oog verliezen, valt ook de bedoeling die God met het huwelijk heeft buiten beeld. Er komt een steeds groter, zeker in onze tijd, een steeds groter verschil tussen hoe het huwelijk gezien wordt in onze maatschappij en hoe we er volgens de Bijbel in de kerk over zouden moeten spreken. De praktijk in eigenlijk vanaf de jaren 60 van de vorige eeuw is een ontwikkeling geworden waarbij er aan de ene kant minder huwelijken worden gesloten, omdat er vele andere samenlevingsverbanden zijn, maar aan de andere kant dat er steeds meer huwelijken worden ontbonden. En als ik het goed gezien heb, zijn we nu op een stabiele echtscheidingspercentage, als ik dat mag zeggen, tussen 1 op de 3 en 1 op de 2. Daar blijft het ongeveer staan. Dat is veel. Als ik het goed heb, zegt de samenleving vooral, het huwelijk is een contract. Een contract wat je samen afsluit en waar je samen je handtekening onder zet, omdat het een bepaalde vastheid geeft, een bepaalde bescherming, voornamelijk ook aan kinderen. Maar als het huwelijk niet meer bijdraagt aan persoonlijk levensgeluk, dan kun je beter stoppen. We leven in een tijd waarin we het moeilijk vinden met tegenslagen en lijden om te gaan. Een tijd ook waarin een ieder als het ware onthutst is als iets van levensgeluk ontnomen wordt. En deze tijdgeest raakt ook ons allen zoals we hier zijn. Het is dan ook niet uit onbegrip dat we zeggen die kant moeten we niet op. Als mensen zeggen als het niet meer bijdraagt aan mijn persoonlijk levensgeluk kan ik beter stoppen. Volgens de Bijbel is het huwelijk geen contract. Maar we kunnen beter het voluit Bijbelse woord verbond gebruiken. Een verbond van levenslange trouw. Een zeer vaste relatie. Die als het goed is tegen een stootje kan. En die blijft bestaan in goede en in kwade dagen. Ik realiseer me heel goed. En ik vind het ook best spannend. Dat ik voor een gemeente sta met mensen van allerlei leeftijden. Maar dat niet alleen. Er zullen er onder ons zijn die gelukkig getrouwd zijn, zij het niet volmaakt, omdat dat eenvoudigweg niet bestaat. Er zijn er ongetwijfeld in elke gemeente die getrouwd zijn, elkaar trouw blijven, maar die dat niet zonder energie en zonder grote inspanning voor elkaar krijgen. Er zullen er niet mensen zijn die getrouwd zijn en blijven, maar die toch een grote strijd te strijden hebben, misschien zelfs van een ongelukkig huwelijk moeten spreken. Er zijn jongeren en ouderen, jongeren die misschien nog helemaal niet over een huwelijk nadenken, mensen die single zijn, mensen met een andere seksuele gerichtheid, homoseksueel, biseksueel, weduwen, weduwnaren. Ik realiseer me terdege dat een onderwerp als dit allerlei gevoelens en gedachten oproept. We gaan samen, zoals we hier zijn, wie weet ook met verbonden met mensen thuis, nadenken over het huwelijk zoals God dat bedoelde. In de volle overtuiging dat het voor iedereen belangrijk is. Ook als je zelf niet getrouwd bent, is het zo belangrijk veel te leren over wat God zegt over het huwelijk. Alleen al hierom, en dat is direct een diepe, omdat God in de Bijbel met grote regelmaat het huwelijk gebruikt als beeld om zijn relatie met zijn volk te duiden. Dus we kunnen moeilijk zeggen, ja, dit zijn diensten voor getrouwden of mensen die zich voorbereiden op een huwelijk. Nee, dat is niet zo. Direct in het begin van de Bijbel, in verbondenheid met de schepping, we gaan daar zo dadelijk naar kijken, wordt er over het huwelijk gesproken. En op de laatste bladzijde van de Bijbel gaat het weer over een bruiloft.
Het is een beeld wat door het Oude Testament en het Nieuwe Testament heen keer op keer terugkomt. En willen we de band tussen Israël en zijn en tussen God en Israël en tussen Christus en de gemeente bezien, dan zullen we ook goed moeten weten wat de Bijbel zegt over het huwelijk. En daarom zeg ik ook van, het is nu niet, nu we het over het huwelijk gaan hebben, alleen maar interessant voor mensen die getrouwd zijn en bepaalde vragen over het huwelijk hebben. Maar in de loop van deze serie wil ik nadrukkelijk stilstaan bij alleen blijven. Als iets wat Paulus uitgebreid bespreekt in 1 Korinthe 7. En dat is voor ons allemaal van belang, dat onderwijs. En als het in de zesde preek, als ik dan homoseksualiteit ook aan de orde wil stellen, is het iets wat ons allemaal aangaat als christelijke gemeente. Laten we op zoek gaan naar wat de Heere ons bekend maakt over dit onderwerp. Thema dus, het huwelijk zoals God het bedoelde. Ik heb daar voor mezelf een schuine streep achter gezet en ook gezegd het huwelijk zoals God het ook vandaag de dag nog bedoelt. En laten we daar dan maar direct mee beginnen. Ik hoor u als het ware allerlei tegenwerpingen opwerpen. En doet u het niet, dan heb ik ze wel voor u. Is het niet te hoog gegrepen? Moeten we nou echt, terwijl we midden in de gebrokenheid leven, waarvan we ook de sporen terugvinden in onze gemeente, in onze familiekring, in ons persoonlijk leven soms, is het wel de moeite waard om in het paradijs te beginnen? Nog voor de zondeval gaat het over het huwelijk. Moeten we dan naar het paradijs gaan om Gods bedoeling met het huwelijk voor vandaag de dag, na de val, in alle gebrokenheid te kennen? Ik denk dat de Heere Jezus zelf ons daar alle duidelijkheid bij geeft. In Matteüs 19 spreekt hij over huwelijk en dan ook concreet naar aanleiding van vragen over echtscheiding. En terwijl de fariseeën en anderen met hem in gesprek, in discussie willen gaan over hoe dat nou zit, mag je zomaar je vrouw verstoten of moeten de redenen wat gewichtiger zijn? Echtscheiding was in sommige gevallen door de rabbijnen behoorlijk geaccepteerd. Er waren wel verschillende scholen. Ik kom daar in een latere preek wel op. Er waren allerlei regelingen getroffen en toch zegt de Heere Jezus zelf, wat voor dingen je ook regelt om het nog leefbaar te houden te midden van alle gebrokenheid, wij moeten terug naar het begin, zoals God het in het allereerste begin bedoelde. Met andere woorden, dat staat nog steeds. De gebrokenheid heft Gods oorspronkelijke bedoeling niet op. Hoe God het bedoelde, dat werkt nog steeds door. En het is heilzaam en zegerijk, juist te midden van alle gebrokenheid. Matteüs 19, vers 5 en verder is niet de enige plaats in het Nieuwe Testament waarbij concreet Genesis 2, vers 24 wordt aangehaald. Ook in de eerste brief van Paulus aan de Korinthe zie je dat het aangehaald wordt, evenals in Efeze 5, waar we dan een volgende keer bij stil zullen staan. We beginnen dus bij schepping en huwelijk. Het huwelijk als een scheppingsgave van God. En opmerkelijk is dat dat nog iets meer is dan dat we alleen zeggen dat het huwelijk nog een bloem is die overgebleven is uit het paradijs. Geknakt weliswaar, maar toch een prachtige bloem van het paradijs. Dat is belangrijk om te bedenken, want als je alleen het onderwijs over het huwelijk op 1 Korinthe 7 zou baseren, de eerste verse, daar begint hij, God heeft het huwelijk ingesteld en je moet je aan elkaar geven omwille van hoererij, dan zou je haast kunnen denken dat God het huwelijk heeft gegeven om na de zondeval de boel nog een beetje te regelen. Dat het niet helemaal uit de hand loopt. Maar het huwelijk gaat verder terug. Het is niet een noodoplossing voor een in zonde gevallen wereld, maar het hoort blijkbaar bij Gods goede schepping. Het is een scheppingsgave van God. Huwelijk en schepping blijken opmerkelijk met elkaar verbonden. Daar kom ik zo op terug, maar we moeten eerst nog iets verder terug. Naar de schepping van de mens zoals die beschreven staat in Genesis 1, vers 26 en 27. Waar staat dat God zich voorneemt mensen te gaan maken die klaarblijkelijk een bijzondere plek gaan innemen in zijn schepping, heersend, leidend over de dieren enzovoorts. Maar wat heel belangrijk is, is dat daar staat dat hij ze schiep naar zijn beeld. We mogen dan zien in Genesis 2 dat de man eerder is geschapen dan de vrouw. En volgens Paulus in het Nieuwe Testament heeft dat ook nog
bijzondere betekenis voor taken en verantwoordelijkheid en onderscheid tussen man en vrouw. Maar we lezen, en dat is het eerste wat we lezen in Genesis 1, dat ze beide geschapen zijn naar het beeld van God. En dat we dus altijd, niet alleen in het Nieuwe Testament, maar ook in het Oude Testament, moeten spreken over de gelijkwaardigheid van man en vrouw. Ik zeg niet gelijkheid, ik zeg wel gelijkwaardigheid. Beide zijn geschapen naar Gods beeld, in relatie met de levende God. Maar het is wel opmerkelijk dat we lezen dat ze niet allebei naar Gods beeld zijn geschapen, maar dat de schepping naar Gods beeld direct daarop volgt, mannelijk en vrouwelijk schiep hij hen. Hij gaf elk blijkbaar specifieke eigenschappen mee. Eigenschappen van God die als een vader zich ontfermt, Psalm 103, maar tegelijk als een moeder troost, een tekst uit Jesaja. Sommigen zeggen daarom, en ik denk ook terecht, dat ze zo op elkaar aangewezen zijn, complementair zijn, elkaar aanvullen. Een wereld alleen maar met mannen moet een verschrikking zijn. En over een wereld met alleen maar vrouwen. U mag de zin afmaken. Ik realiseer me wel dat we vandaag in een tijd leven dat er grote gendervragen worden gesteld. En dat de wereld in alle gebrokenheid natuurlijk veel ingewikkelder in elkaar steekt. En dat het niet zo heel moeilijk is om typische mannen dingen aan te wijzen en typische vrouwen dingen waar sommige mensen zich heel erg in herkennen en andere mensen zich volledig in gepasseerd weten. Ik wil dat graag noemen. Er zijn veel gendervraagstukken, transgenders enzovoorts. En toch mogen we dit belangrijke onderscheid, wat niet alleen hier genoemd wordt, maar wat ook echt doorwerkt, tot en met het Nieuwe Testament aan toe, mogen we niet relativeren. God schiep mannelijk en vrouwelijk. Beide geschapen dus, maar hoe? En dan zijn we dan in Genesis 2. Adam geformeerd, uit stof, leven, ingeblazen. Maar nu maak ik in één keer de sprong naar vers 18. Daar zegt de Heere, het is niet goed dat de mens alleen is. Toch een defect in zijn schepping. Ik denk dat je dat zo niet moet zeggen. Maar wel dat God de mens heeft geschapen. Adam, maar dat betekent eigenlijk ook de mens. De mens heeft geschapen. En dat het niet goed is, maar dat hij iemand moet hebben die hem aanvult. En dan zegt God in vers 18, ik zal een hulp voor hem maken als iemand tegenover hem. Nou, in het rijtje meest misbruikte bijbelteksten scoort deze redelijk goed. Want hulpje wordt al gauw uitgelegd, ik maak er allereerst natuurlijk een verkleinwoord van, als zie je wel, zo zit het, een hulpje. Om uit de droom geholpen te worden, is het misschien goed dat als je de 19 keer dat dit woord in de Bijbel gebruikt wordt op een rij zet, dat je ziet dat die 16 keer voor God wordt gebruikt. De Heer is mijn hulp. De Heer is mijn helper. Het is een woord die past bij Israëls God. Een woord waar mensen zich aan vast mogen grijpen. Een hulp is niet een hulpje. We mogen soms de vrouw het zwakkere geslacht noemen, omdat wij mannen ons daar wat beter van voelen. Maar het moet blijkbaar het sterkere geslacht te hulp komen. Dat is Gods wijsheid. En tegenover, dat kun je ook verkeerd uitleggen. Sommige vertalingen kiezen dan ook liever voor een hulp die niet tegenover hem staat, als was daar een strijdige positie, maar tegenover als iemand die je in de ogen kan kijken. En je kunt dan ook vertalen met die bij hem past, die complementair is, die van repliek kan dienen, die in gesprek kan gaan. Ook waar twee mensen, als het ware, in eenheid gaan vormen, blijven het mensen die elkaar in de ogen kunnen kijken, elkaar kunnen beantwoorden. Het is best heel aardig dat er gesproken wordt over dat je elkaars wederhelft bent. En de Engelse versie vind ik eigenlijk nog veel mooier. My better half, mijn betere helft. De Heere God brengt Adam onder narcose. Een diepe slaap overvalt hem. Eva is niet uit niets geschapen, zelfs Adam niet, zou je haast kunnen zeggen, omdat God hem formeert uit het stof van de aarde. Er wordt niet nog een mens geschapen, had God dat niet kunnen doen? Hij had Adam geschapen, even verderop in de hof is hij nog eens bezig in het boetseren van de rode aarde. Hij maakt een nieuwe mens, blaast die leven in en zegt, nou die komen elkaar wel tegen. En als ze wat in elkaar zien, dan wordt het wat. Zo heeft God het niet gedaan, maar hij neemt haar uit Adam.
En daarom zingt hij straks Been van mijn been enzovoort. De grapjes voor vandaag liggen op de loer. Ze is een rip uit mijn lijf. Wat zoiets wil betekenen als wat kost ze me veel. Maar voor Adam is het alleen maar rijkdom. Alleen maar rijkdom. Het zijn geen twee losse schepselen klaarblijkelijk. Maar van meet af aan schept God ze in een eenheid. Dat zie je ook als dit gedeelte tot een climax komt in vers 24, waar ik natuurlijk straks nog even op kom. De toepassing van dit alles is een tekst over het huwelijk. Eigenlijk zou je dan kunnen zeggen, we hebben alle reden om te zeggen, God geeft Adam niet een vrouw, maar God geeft Adam een bruid. Dat bedoelde ik als ik zei, wat is het opmerkelijk in dit gedeelte, dat als gesproken wordt over de schepping van de mens, dat daar eigenlijk direct het huwelijk mee gemoeid is. En dan staat er, en hij bracht haar bij Adam. Dat moment, hij krijgt zijn vrouw van God. En als we zien hoe dit gedeelte tot op de dag van vandaag ons richting geeft over het huwelijk, omdat de Heere Jezus naar Gods oorspronkelijke bedoeling wijst, moeten we dit ook maar doortrekken. Dat je je vrouw, je man van God ontvangt. Mag je niet zelf kiezen? Nou, zou ik maar doen. Maar wij christenen zullen onze handen erbij vouwen. En wij zullen onze man, onze vrouw willen ontvangen van God. Liever niet nemen, maar krijgen. Als een geschenk. Want dan mag je ook wel beseffen, als je klaagt over je man of je vrouw, dan ben je eigenlijk bezig bij het adres van God. De vrouw die gij mij gegeven hebt, die, het zijn bekende woorden, één hoofdstuk verderop. Als Adam haar ziet, valt zijn mond open van verbazing. Hij zegt het misschien in iets andere woorden, maar je ziet hem, wauw, roepen. Hij roept het uit en zingt pure poëzie van Adam. Hij zingt zijn liefdeswoord, zijn liefdeslied. Het zijn de enige woorden van de mens die we overgeleverd hebben gekregen vanuit het paradijs. Deze, zij, is ditmaal zo anders als die dieren die ik namen gaf. En ik zag daar prachtige dieren tussen lopen. En het was mooi, maar er was niemand die bij mij paste, die als een hulp tegenover mij in mijn ogen keek, mij aanvulde enzovoorts. Deze is ditmaal been van mijn beenderen en vlees van mijn vlees. Ik heb zoveel moois gezien, maar dit nog niet. Adembenemend mooi. En hij geeft daar direct maar een naam, manin. En dat is wel mooi, in het Hebreeuws ish en isha. Koning, koningin, man en manin is natuurlijk een vondst die ons niet bekend is. Een beetje een vreemd woord, maar het wil zeggen van, zij is aan mij gelijk en ze is anders. Precies zoals dat past in heel dit gedeelte. Net als ik en toch anders. Uit mij, nu tegenover mij, om haar in de ogen te kijken. Hij geeft haar een naam van diepe verbondenheid. Hij is verrukt en verrast. En zingt een liefdeslied die zijn weerga in de wereldliteratuur niet kent. Geen lofzang die eraan kan tippen. Op het eerste gezicht niet zo romantisch. Ik kan me niet echt voorstellen dat de jongeren of mensen die net op punt van trouwen staan denken, nou, als ik haar toch een lied ga toezingen op mijn trouwdag, dan zing ik, deze is ditmaal been van mijn beenderen en vlees van mijn vlees. Het is nou niet de meest romantische tekst die je je voor kan stellen, toch? En toch gaat het zoveel dieper dan sommige liedjes die met respectloosheid de vrouw in termen van vlees en botten neemt. Zo'n diep respect dat Eva ervan bloeit. Eigenlijk zegt Adam, ik vat het maar even in mijn eigen woorden samen, dit is mijn bloedeigen, ja, je mag ook wel zeggen bloedmooie vrouw. Mannen, wanneer bezongen wij onze vrouw? Oh, dat ga ik vanavond horen. Niet, ze weet het wel, maar ze moet het horen. Dat is haar kracht. Net als wij respect willen. Geef het haar. En eigenlijk zegt hij, wat zegt hij nou precies? Als het een been van mijn been is, vlees van mijn vlees, dan zegt Adam tegen Eva, als ze jou zeer doen, doen ze mij zeer.
Als ze jou raken, raken ze mij. Als ik mezelf blij wil maken, moet ik jou blij maken. Als ik zelf tot bloei wil komen in mijn leven, moet jij tot bloei komen in mijn leven. Zo'n diepe verbondenheid, zo'n eenheid. En het is daarom ook niet vreemd om als je wel eens bij weduwen of weduwnaren komt, die een geliefde man of vrouw verloren hebben, dat ze wel eens zeggen, het lijkt wel of de helft van mij dood is. Alsof het afgestorven is. Ik ben een deel van mezelf kwijtgeraakt. En dat past eigenlijk precies bij wat God ons leert over het huwelijk. Zo'n eenheid. En we zien er drie blij zijn daar in het paradijs. Adam, Eva en een schepper. En zie, het was zeer goed. Daarom, zegt vers 24, daarom. En dan komen er woorden die niet van Adam kunnen zijn, want hij heeft het over vader en moeder. Ik denk dat dat hier nog niet van toepassing is. En men is er ook wel over eens dat de eerdere woorden aan Adam toegeschreven worden dan. En dat dit zeg maar eerder een conclusie is die de Bijbelschrijver neemt. Maar wel Gods woord, want in 1 Korinthe 6 vers 16 staat. Want die twee, zegt hij, zegt God, zullen tot één vlees zijn. Het is woord van God, wat hier tot ons komt. En die Paulus ook weer in zijn pen neemt om ze op te schrijven. En zegt mensen, daar leer je over wat Gods bedoeling is in het huwelijk. Want die twee, zegt hij, zullen tot één vlees zijn. En dan krijgen we in vers 24 maar zo een paar lessen over het huwelijk op een rij. De eerste les is, het moet officieel zijn. Het huwelijk is niet van die aard dat je zegt, achter een heg ergens, omdat je het zo fijn hebt en een eindje gewandeld hebt, we gaan hier maar een huwelijk sluiten of zo. Gelukkig heeft de samenleving dat natuurlijk van ouds ook begrepen en is het iets officieels geworden. Het klinkt ook heel plechtig. Een man zal zijn vader en moeder verlaten. Die schijnen er ook nog iets mee te maken te hebben. Dat is natuurlijk in onze individualistische tijd verdwenen. Maar het is nog niet zo lang geleden dat we erover spraken dat een huwelijk namens wederzijdse ouders bekend werd gemaakt en met toestemming van enzovoorts. Het klinkt al heel ouderwets, maar het is nog wel iets om te overwegen. Dat zeg ik ook niet zonder eigen belang overigens. Dus het eerste is dus, het is officieel. Het is een plechtig moment. Niet maar iets wat in de gauwigheid besloten wordt. Je laat een levensverbintenis eigenlijk achter je en je treedt in een nieuwe levensverbintenis. Je verlaat het gezin en je gaat je blijvend aan elkaar hechten. Hechten is een blijvend woord. Hechten geeft iets aan van je zit aan elkaar vervlochten en het is niet gemakkelijk. In ieder geval niet zonder scheuren weer los te maken. Je vormt een nieuwe gemeenschap. Die eenheid tussen man en vrouw, en dat is de tweede les eigenlijk, is dan zo krachtig dat ik wel durf te zeggen, die is sterker dan de bloedband. Daar moeten we over nadenken. Als hier het huwelijk besproken wordt, je moet je vader en moeder verlaten, je zult je vrouw aanhangen, aankleven, staat er letterlijk, met haar diep verbonden zijn met alle vezels van je bestaan, dan is die band dus eigenlijk sterker geworden dan die bloedband. En dan zeggen we, en dat is goed om over na te denken, dan zeggen we niet tegen je vader of tegen je moeder, waarmee je het soms wel eens lastig hebt misschien, je bent mijn moeder niet meer, je bent mijn vader niet meer. Zou je dat wel dan tegen je man of tegen je vrouw zeggen? Je doet dat misschien als je de mening bent toegedaan dat het huwelijk een contract is. Je bent het samen overeengekomen. Als een van de tweeën zegt, ik wil ermee stoppen, dan kan het niet anders of je legt je erbij neer en de ontbinding kan redelijk soepel geregeld worden in juridische zin. Redelijk soepel is misschien ook niet waar. Maar het kan. Maar de Bijbel zegt, het is meer dan een bloedband. Als je uit elkaar gaat, snij je de diepste denkbare band door. En daarom, we moeten 100 keer eerder hulp zoeken in moeilijkheden, ook in huwelijksmoeilijkheden, dan de moed opgeven voor je huwelijk. Het is ook onze plicht. En God geeft zijn rijke belofte. God wil helpen. Ik wil de gebrokenheid niet ontkennen, integendeel, ik weet dat leeft. Er zijn situaties van ontreddering, omdat je zelf je helemaal wil geven aan de trouw van het huwelijk, maar het wordt niet beantwoord. En uiteindelijk moet je de situatie accepteren zoals die is, in alle gebrokenheid en met al het verdriet erbij voor jou,
voor je gezin. Het is zo belangrijk om te luisteren naar de bedoeling van God en in welke weg Hij zijn zegen wil geven. Je kunt je bij deze tekst afvragen, moet alleen die man zijn ouders dan verlaten? Dat heeft er simpelweg mee te maken dat de vrouw ging wonen met de man op het erfdeel van de man. Dus op het stukje land wat die ouders bezaten, daar ging de man wonen en die haalde zijn vrouw daarheen. En daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en hij zal een eigen levensgemeenschap vormen. Niet inwonen, niet te veel afhankelijk blijven en ik denk dat geldt dan ook geheel voor allebei. Ook de vrouw moet loskomen van thuis en niet alles met haar moeder bespreken. De man mag in de familie ook niet smoezen over de vrouw. Ik noem maar wat voorbeelden om het even aan te voelen. Het kan zo makkelijk een wicht drijven in je huwelijk. De eerste verantwoordelijkheid is voor de man die van zijn vrouw. En voor de vrouw die van de man. Dat is de levensverbintenis waar je voor vecht. Je laat elkaar niet vallen. Het is wel duidelijk dat als je zo met Adam mag zingen over je vrouw. En dat dit zo in vers 24 beschreven wordt, dat het dan ook echt exclusief is. Monogaam. Hoewel je later in de Bijbel allerlei relaties krijgt die polygaam zijn. Jacob met meerdere vrouwen, om over Salomo nog maar te zwijgen. Al heeft dat natuurlijk ook een culturele component. Zien we hier dat als Jezus zegt, vanaf het begin heeft God het zo bedoeld, dat het heel duidelijk gaat over een twee-eenheid. In afhankelijkheid van God, alleen zij, niet een derde. Er is geen ruimte voor een derde. Die twee hechten kleven elkaar aan in onlosmakelijke verbondenheid. Daarom zeggen we ook dat het zo belangrijk is dat dat officieel en goed geregeld is. En allereerst, dat is ook bij de wet geregeld, zal dat in het stadhuis of waar dan ook een officieel huwelijk worden gegeven. En hebben wij ons als kerken, het is enkele jaren geleden nog eens bevestigd, ook expliciet uitgesproken tegen samenwonen. Terwijl sommigen zeggen, ook wel eens tegen kerkenraden, ja, maar wij houden van elkaar. Zijn kerkenraden geroepen om dan te zeggen, en durf je dat niet officieel vast te laten leggen? Zodanig dat we ook als kerk vervolgens kunnen zeggen, je gaat zonder enig voorbehoud voor elkaar. Want zo heeft God het bedoeld. Wij kunnen niet in de toekomst kijken. We kunnen nog niet een dag na ons trouwen bekijken hoe ons leven dan voor, hoe het er dan uitziet. We maken allemaal een ontwikkeling door. Mijn vrouw is al met 5 mannen getrouwd geweest. En ik was het alle 5. Schrijft Keller in zijn boek over het huwelijk. En daar heeft hij een heel belangrijk punt. Bij mensen ontwikkelen. Je kunt de toekomst niet inkijken. Je moet het huwelijk ook niet idealiseren en romantiseren. Mooi is als je naar elkaar toe mag groeien, maar vanuit een levenslange belofte. Ik ga voor hem of haar, zonder enig voorbehoud. En God laat dan ook blijken, ook in deze tekst, dat de liefde, maar juist ook de intimiteit, de seks, die belofte nodig heeft. En daarom als je krijgt die vragen veel te weinig. Als je als jongere wil vragen, hoe zit dat nou met seks en huwelijk? En je zou er wat over willen weten, dan wil ik je best nog wat vertellen vanuit het Spreukenboek en andere teksten. Maar dan zouden we toch ook hier beginnen. Je zult je eerst officieel met de diepste belofte die je met Gods hulp kan maken aan elkaar hechten. En die twee zullen dan tot één vlees zijn. Let wel, vlees gaat hier niet alleen over intimiteit en seksualiteit. Het is meer dan het lichaam. Het is een nieuwe levensgemeenschap. We zijn één. We delen namelijk niet alleen het bed, maar ook de tafel, de sofa en heel je leven. We zijn geïnteresseerd in elkaar. We vragen voortdurend naar elkaar. Want het wel en wee van de ander is dat van onszelf. En binnen dat kader, waarin je weet wat ik ook doe, de ander laat me niet vallen. Ook niet als ik tegenval. Binnen die veilige kaders heeft God de prachtige gave van de seksualiteit gegeven en heeft huwelijk en seksualiteit nauw aan elkaar verbonden. En is seks een taal, niet de lustbevrediging, al zal dat er zeker bij komen, maar een taal die liefde, maar ook de trouw onderstreept.
Prachtig is eigenlijk als er dan staat, ze waren naakt, maar schaamden zich niet. Schaamte heeft alles met kwetsbaarheid te maken. Kwetsbaarheid, dat de ander je kwetst, laat vallen. Maar in het volste vertrouwen dat er was, was er geen schaamte. En in dat teruggewonnen vertrouwen, in de liefde, mag ook nu alle schaamte wegvallen. We hebben gezien hoe in Genesis 1, maar vooral 2, God ons in grote lijnen laat zien wat Hij voor heeft met het huwelijk. En wij geloven dat omdat de Heer Jezus daar zo nadrukkelijk op wijst. Wat God samengevoegd heeft, scheidde de mens niet. Hij zegt niet, maar dat zal ik later bij Matteüs 19 wel uitleggen, wie God samengevoegd heeft. Want ik ken de koppels hoor, die dan tegen je zeggen bij huwelijksproblemen, we hadden natuurlijk nooit moeten trouwen. Wie God samengevoegd heeft, God heeft ons niet samengevoegd. Nee, daar gaat het niet om. Wat God samengevoegd heeft. God heeft dat huwelijk ingesteld en heeft gezegd waar man en vrouw trouwen en elkaar hun ja-woord geven, dan blijven ze aan elkaar verbonden. Dat is Gods bedoeling. Een diepe, vaste, levenslange verbondenheid. En liep het anders? Mag ik dat nog eens een keer heel duidelijk zeggen? Gaat het anders in je leven en voel je verbrokenheid in relatie of buiten relatie? De Heere wil nabij zijn. Er is meer dan Genesis 2, vers 24. Wij komen daar later op terug, dus ik kan er hier kort over zijn. En bij alles waar we naar onszelf moeten kijken, ons gebrek binnen het huwelijk, niemand is volmaakt. Of dat we ook schuld hebben aan gebrokenheid. De Heer is genadig. Dezelfde God die zijn huwelijk heeft gegeven met een buitengewoon hoge standaard. Het is een geweldige opdracht, het huwelijk. Het is geen gemakkelijke opdracht. Het is een hoge roeping om het beeld van God in zijn trouw en het beeld van Christus in zijn liefde gelijkvormig te zijn. Wij mogen bij de Heere terecht, die onze genadige God is. En die voor zondaars gekomen is. Die ons weer wil opnemen in zijn liefde en genade en ons opnieuw de weg wil wijzen. De huwelijken in de gemeente hebben gebed nodig, veel gebed. Het is niet alleen maar mooi, het is een kostbare gave. Maar wij kunnen niet alleen, en daar kom ik natuurlijk later ook op terug, als het over alleen blijven gaat, zeggen dat is een roeping, een gave en een opgave tegelijk, niet anders geldt voor het huwelijk. Want God zegt, als je echt wil leven in het christelijk huwelijk, dan moet je leven uit mijn trouw. En de trouw van God was dat hij uiteindelijk zichzelf ervoor over heeft. Om de ander met wie hij dat verbond had. En dat verbond keer op keer brak, te redden, te dienen en eeuwig gelukkig te maken. Veel over het huwelijk. Wat moeten jongeren hiermee? Ze moeten er bijtijds over nadenken. Als je verkering zoekt, verkering hebt, het is niet zomaar iets. Het is heel belangrijk om uiterst diep na te denken wat het betekent om iemand uiteindelijk je ja-woord te geven. En een leven te verbinden aan de ander. Het is goed om te beseffen hoe hoog de roeping van het huwelijk is en hoe geweldig de gave. De volgende preek zullen we juist bij de christelijke omgang in het huwelijk stilstaan. En dan te meer zien hoe de liefde van Christus een huwelijk zal moeten toonzetten. Amen. Wij zingen over de trouw van God met het lied God van Trouw. U verandert nooit. En zo mogen we roepen tot die God. En daarna heeft u de gelegenheid de Heere ook met uw gaven te dienen. Thank you.
Laten wij danken en bidden. Heer, u willen we prijzen en danken. Dat u onze schepper bent, vol van macht en majesteit. U bent die God die we kunnen kennen, doordat u zich openbaart. Openbaar uzelf tot in het diepst van ons hart en leven. Maar die we nooit kunnen begrijpen. En u gaat ons verstand zo ver te boven. Dat willen we belijden en u daarvoor de eer geven. Dank, Heere, dat we u niet kunnen doorgronden. Want u bent God, de enige, de ware. Heere, we zijn zo dankbaar dat u uw genade bekend maakt in uw woord. Maar die genade hebben we nodig. Elke dag, elk moment, draag ons erdoor. Vernieuw ons erdoor. Mogen we in Christus een nieuwe schepping zijn. Zodat we kunnen zeggen, niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. Heer, we hebben gesproken, nagedacht, gelezen in uw woord over het huwelijk. Waarnaar u verwees, Heer Jezus Christus. Toen u zei dat God, uw Vader, iets aan het samenvoegen was. Heer, wij bidden, mag het ons verblijden, vertroosten en leiden. Heer, als dit een deel van de Bijbel is, een deel van het huwelijk waar we ook heel dubbel in staan, om welke reden ook, wees ons daarbij. We bidden voor weduwen en weduwnaren. Of ze nou alleen gebleven zijn of weer een nieuw huwelijk gevonden hebben, wees nabij. Ook bij het verdriet wat er nog ligt. Het leven dat gedeeld is. We bidden voor mensen die een moeizaam huwelijk hebben. En wat voor graad dan ook, soms heel diep. Geef dat het beter worden mag. Er een verstaan van elkaar is. We bidden voor mensen die een andere seksuele gerichtheid hebben. Voor homoseksuelen. Die daar soms ook zo verschillend mee om kunnen gaan. De een als een enorme worsteling. De ander gemakkelijker misschien. Maar toch altijd met de nodige vragen. Heere, wees nabij. Geef wijsheid en kracht. Levensvreugde. Geef dat de eenzaamheid niet zal zijn, dat er goede vriendschappen, vriendenkringen mogen zijn. Heere, wees nabij. We bidden voor mensen die zeer tevreden zijn, terwijl ze nooit tot een huwelijk zijn gekomen. En u mogen dienen met vreugde in hun leven. Maar we bidden ook voor mensen die alleen door het leven gaan en wel heel sterk verlangen naar een huwelijk. Heere, we bidden voor allen, hoe we ook tot dit onderwerp ons verhouden. Als we uw vrede en zegen ervaren in een huwelijk, u komt er de eer en dank voor toe. Wat een machtige gave. Maar Heer, het is ook een hoge roeping om maar niet bij elkaar te blijven, maar om de liefde van de Heer Jezus Christus te weerspiegelen in al onze relaties, maar in het bijzonder in het huwelijk. Heer, vergeef wat daar niet bij past. En laat ons, hoe we ook in het leven staan, uw beeld gelijkvormig zijn. Wees bij mensen die in gebroken relaties leven. Als echtscheiding er is of onderweg of al lang achter ons ligt. Of hoe dan ook als gebrokenheid gevoeld wordt. Als kinderen vaak ook het kind van de rekening zijn. Heer, wees nabij. Wees jongeren en kinderen nabij als ze zien dat hun ouders niet meer met elkaar overweg kunnen. Heer, ontfermt u zich. Mogen ze daar hun plek in kunnen vinden en zich gedragen weten door u en gesteund door mensen om hen heen. Heer, wij bidden voor vrede in deze wereld. Wij bidden voor uw volk Israël. Wij bidden voor de Joden, ook die dicht bij ons wonen. We zijn huiverig voor nieuw antisemitisme. We bidden, Heer, behoed ons daarvoor. Geef ons diepe zorgvuldigheid in het spreken over volken, onderscheid, geloofsovertuigingen. Heren, denk aan uw eigen verbond met uw volk. Mogen ze uw woord verstaan, eruit leven. Heren, wat zouden we zeggen? U roept uw kerk om hen, als het ware, jaloers te maken op uw liefde en genade. Maar wat hebben we dat zeer verzaakt? Wij belijden u dat. Leid ons hierin. Zegen de Joodse gemeenschap in Antwerpen. Zegen het land, de staat Israël.
Heer, laat uw koninkrijk komen en vervul op uw tijd en op uw wijze uw belofte. Heer, wij bidden ook voor een heel ander volk, voor Spanje en Catalonië, waar op deze dag gewonden vallen als het niet erger is. De strijd om onafhankelijkheid die zo op scherp staat. Heer, wees nabij, geef rust en vrede, juist ook in Barcelona en ook de gemeente daar. Mag het woord wat vandaag ook daar geklonken heeft, de gemeente, de gemeenschap richting geven. En troost in alle turbulentie daar. Wij bidden u voor Michael, die deze week ook jarig was. Wilt u hem nabij zijn en hem helpen in alles. Vreugde geven, verbondenheid aan u. Zegen hem in de woongroep waar hij leeft. Zegen alle die hem in liefde omringen. Heren, wij komen met al onze gebeden tot u. Laat uw koninkrijk komen. Laat ons gedragen mogen weten door u, ook als we deze week weer ingaan. Sterk ons bij al onze verantwoordelijkheden, het vele werk, of als het juist geen werk is. En we denken ook daar weer over na, of hoe het ook staat in ons leven. Wees ons nabij, mogen we met u gaan. Ja, gaat u met ons. En hou ons vast, hou ons dicht bij uw woord. Behoed ons voor zonde. Leer ons uw komst verwachten en tot uw eer leven. Dan mogen we ook tot een zegen zijn voor de mensen om ons heen. Wij bidden dat uit genade in de naam van uw Zoon, die u altijd hoort, onze Heer Jezus Christus. Amen. Wij belijden ons geloof in verbondenheid met Gods wereldwijde kerk, die ook van alle tijden is. En we doen dat met de apostolische geloofsbelijdenis. En zingen dan daarna twee versen uit Psalm 111 over de vastheid van Gods verbond. Laten we indien mogelijk daarvoor gaan staan. Wij belijden met mond en hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving der zonden, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Oh,
We zijn bijna aan het einde gekomen van deze dienst. Wat fijn dat u er was en ik hoop dat u de zegen van deze dienst mee mag nemen in uw eigen leven. Ik heb bij deze preek ook enkele vragen op papier gezet die we niet zoals een vorige keer in groepjes bespreken, maar die wel door u meegenomen mag worden om nog eens rustig te overdenken. Wie weet levert nog een vraag aan mij op, dat kan altijd, maar het helpt misschien om de preek te verwerken of er misschien samen nog eens wat over door te spreken. Ik heb ze hier neergelegd. En daar liggen ze dus. Wees u zo vrij ze mee te nemen. Na de zegen zingen we nog een lied waarin we juist vooruitkijken. Ik zag de hemel nieuw en nieuw de aarde. En daarna is er nog gelegenheid om elkaar te ontmoeten. Er zal nog wel wat te drinken zijn. Dus van harte daarvoor uitgenodigd. Ontvang dan nu met biddende hart Gods zegen. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.